Welkom bij Actua van 27 april. De kogel is door de kerk. Andries Uldering vervolgt volgend seizoen zijn trainersloopbaan bij eredivisieclub De Graafschap, waar hij Daraya Kalisic opvolgt. De Altenaar verbindt zich voor 2 jaar met de club uit Doetinchem. Over deze transfer hebben we het vandaag in Actua. Andries Uldering had gistermorgen een afrondend gesprek met De Graafschap en aan het einde van de middag zette hij in stadion De Vijverberg tijdens zijn perspresentatie zijn handtekening onder het 2-jarige contract. Hoewel Uldering eerder nog voor een seizoen bijtekende bij Go Ahead Eagles, gaat hij nu toch weg, want hij liet een ontsnappingsclausule in zijn contract opnemen. Hierin stond dat hij weg mocht als hij een kans zag op positieverbetering. Na 3 jaar Go Ahead Eagles verruilt hij de Adelaarshorst voor De Vijverberg. Uldering is geen onbekende bij de Doetinchemse club, want in het verleden was hij ook al assistent trainer bij de Superboeren. En ook huidig technisch directeur van De Graafschap Leen Looyen kent hij van vroeger. Tijdens het persmoment sprak Uldering zijn dank uit richting Go Ahead Eagles. Daarnaast wil ik ook graag gebruik maken, even van de gelegenheid gebruik maken om Go Ahead Eagles te bedanken. Als je ergens als trainer begint in het betaalde voetbal. En je begint zoals ik bij Go Ahead Eagles begonnen ben. En dat is in het begin de eerste maanden stroeven geweest. De club is altijd rustig gebleven. Heeft vertrouwen gehouden in een bepaalde ontwikkeling. Ik heb met mensen mogen samenwerken die mij enorm gesteund hebben. Waar ik veel van geleerd heb. Ik denk als ik daar geen trainer was geweest. Dan was ik niet in de gelegenheid geweest om hier vandaag op deze manier aan tafel te zitten. Nou goed, dan komt de Graafschap langs. En de meest gestelde vraag de laatste 4-5 dagen is: ja, waarom ga je naar de Graafschap? Nou, dat is heel simpel. De Graafschap speelt Eredivisie. Als je kijkt naar ambities, wat je graag zou willen als trainer, dan wil je graag in de Eredivisie werken. Daarnaast, als je kijkt naar de club en dan zeker ook de plek waar de club ligt, dan ligt dat in een gebied en een regio waarin de cultuur, de mentaliteit van de mensen mij enorm aanspreekt. Dus lang hoefde ik daar ook niet over na te denken. En daarnaast zie ik bij deze club, als je kijkt naar de mensen waar ik straks mee mag gaan samenwerken, als ik kijk naar hoe de club er financieel voor staat, als je kijkt naar stadion, sfeer, supporters, ja, dan blijft er weinig anders te wensen over. Misschien een paar zakken met geld er nog meer om de selectie misschien nog wat meer te versterken. Maar ik zie eigenlijk alleen maar mooie uitdagingen en mooie kansen bij de club. Ja, waarom? Een betaalvoetbalorganisatie moet een trainer hebben. En daar stel je een aantal eisen, maak je profieletje. En vanuit dat profiel zijn we uiteindelijk bij Andries terechtgekomen, die ik natuurlijk ook al kende vanuit mijn NEC-tijd. Dus wat dat betreft past hij in de filosofie van de club. Wij gaan meer nadruk leggen op onze opleiding. We gaan een elftal erbij nemen, D2 komt erbij. En van daaruit vinden we ook dat een trainer moet werken aan de persoonlijke ontwikkeling van met name de jonge spelers. Ook die de kans geven als het kan. Met daarbij de opdracht om in Eredivisie te blijven. En vanuit dat profiel zijn we uiteindelijk bij hem terechtgekomen. Want wat voor indruk heeft Uldering achtergelaten als u kijkt naar de Go Ahead Eagles tijd? Nou ja, ik heb ook met de voorzitter, meneer Mulder van de Go Ahead Eagles nog gesproken. Toevallig vandaag nog. En daar is men ook uiterst tevreden over zijn manier van werken. En de ontwikkeling van een aantal jonge spelers. En de club is vooruit gegaan onder zijn bewind. Vorig jaar bijna gepromoveerd. Misschien dat het dit jaar gebeurt. Ik hoop het voor Go Ahead, want het is toch een club met een historie. En dus hij heeft na de periode hier bewezen dat hij ook zelfstandig kan functioneren. En dat heeft ons doen besluiten om hem hier hoofdtrainer te maken. Sommige mensen zeggen ook, is het wel een vooruitgang? Tuurlijk, u gaat naar een Eredivisieclub, maar die strijden meestal om degradatie. Terwijl Go Ahead Eagles altijd strijdt voor het kampioenschap. Nou, het kampioenschap. Vorig jaar waren we wel even in een periode er dichtbij. Kijk, de stap die Go Ahead Eagles moet maken, waar we volop mee bezig zijn, is om structureel in die top 5 te spelen. Ik zie ook heel veel doorgroeimogelijkheden voor de club. En als een van de weinige clubs in de Jupiler League, kunnen we bij Go Ahead Eagles denken aan stappen vooruit. Plannen stadion, net een nieuwe parkeerplaats, de businessruimte geweldig. Zo zijn er een tal van stappen gaande. Dus ik twijfel er ook niet aan dat op termijn Go Ahead Eagles echt om het kampioenschap kan strijden. En ook een keer kan promoveren naar de Eredivisie.
Eredivisie. En begrijp me goed, dat kan ook dit seizoen absoluut nog gebeuren. Dus wat dat dan gaat, is er een groeimodel bij Go Eagles. Aan de andere kant, de Graafschap handhaaft zich nu in de Eredivisie. Het stadion is weer net even wat groter. Het is bijna Go Eagles, alleen nog weer even een slagje groter. Jullie waren op zoek naar een trainer die Eredivisie ervaring heeft gehad. Ja. Dat is de heer Ulderink niet? Nee, dat klopt. Dat heb je gelijk. En we hebben ongeveer 12 tot 15 eisen geformuleerd. Een daarvan was Eredivisie ervaring. En we hebben er een aantal moeten schrappen. Er waren ook andere kandidaten die dat wel hadden, maar die weer aan bepaalde eisen niet voldeden. We hebben eigenlijk een te gedetailleerd profiel gemaakt. En daar heb je gelijk in. Daar voldoet hij niet aan. Er zijn heel veel namen hebben de revue gepasseerd. Wat vindt u ervan dat u misschien niet de eerste keuze bent? Ja, antwoord kan er elke heel kort zijn. Dat is nou een keer zo in het voetbal. Een club benadert meerdere trainers. Soms wil een club niet, soms wil een trainer niet. Ja, en uiteindelijk of ik nou de eerste, de tweede of de zevende keuze ben, ja, het zij zo. Ulderink is natuurlijk blij met zijn overstap naar de Graafschap. Vanochtend gingen wij naar het trainingsveld van Go Ahead Eagles, waar gewoon getraind werd, om te peilen hoe het nieuws bij aanvoerder Dave Bus en verzorger Henk Nijenhuis is aangekomen. Andries Ulderink vertrekt naar de Graafschap. Hoe is dat gevallen binnen de groep? Op zich, ik denk dat iedereen wel die trainer de overgang gunt. En dat is inclusief mijzelf. Hij heeft het natuurlijk best goed gedaan de afgelopen 3 jaar. Hij heeft hard voor gewerkt. En het is, voor hem is het een hartstikke mooie nieuwe uitdaging. En voor ons is het gewoon, we hebben het goed gedaan. Dus. Ik ga weer naar zijn oude roots. Ik zie hem als Foppen de Haan bij Heerenveen. Zo zie ik dat. Je hebt een bepaalde club die de aantrekkingskracht heeft en dan ga je er naartoe. Dat hoort zo nog een keer. Ja. Dus je snapt zijn keuze zeer zeker? Natuurlijk snap ik dat. Oh god, ja. Ik had het ook gedaan. Eredivisie, dat is wat. En geen zin privé verbanden, dat is ook een hel. Het is hier een hel, maar daar is het ook een hel. Het hoort bij voetbal, hè. Wat laat hij achter? Ja, jongens die graag willen winnen. Ambitieuze groep natuurlijk. Jongens die voor elkaar willen vechten. En we zullen zien waar dat toe leidt de komende wedstrijden. Wanneer hoorde u dat de heer Ulderink wegging? Nou, 14 dagen terug. 14 dagen terug, ja, denk ik. Maar ik wist wel dat hij wegging. Okay. Zo'n trainer, die hou je niet. Dat is precies een goede voetballer. Waar rook is vuur. En ik weet uit ervaring, dat is gebeurd. Maar ik heb er heel goede herinneringen. En ik hoop dat het hem ook ontzettend goed gaat. En ik hoop dat wij weer een goede trainer terugkrijgen. Nou, ik wist het niet lang eigenlijk. Want wat ik begreep, dat hij dus vorige week op gesprek is geweest. En daar waren twee gegadigden op dat moment voor die positie. En dan is het in principe nog niet duidelijk wie het uiteindelijk wordt. En volgens mij, gisterenochtend toen was het een afrondend gesprek. En daarin kon je concluderen dat het eigenlijk wel goed zat voor hem. En vanochtend, of volgens mij gisteren is hij gepresenteerd. En vanochtend was eigenlijk duidelijk inderdaad dat het allemaal definitief was. Dus hartstikke leuk voor hem en wij moeten ook weer verder, dus zo is voetbal. Hoe lang heeft u met Ulderink samengewerkt? Van wel een relatie, dat is 3 jaar denk ik. 3 jaar nu zo na snoeien. Na snoeien is hij hier gekomen. Ja, dat was in het begin wel een man van discipline. We moeten ook iemand hebben van discipline. Ik hou van discipline. Ik heb een keer van een slappe habit, ontzettend hekel aan. Ook met spelers. Een speler die moet producties hier, voetbal. En dat moet ook zo blijven. En niks anders. De neus allemaal in dezelfde richting. Daar kom je dan, anders kom je er nooit. En dat kon Ulderink heel goed? Ja. Hij kon de groep gewoon goed bij elkaar houden. Maar het gebeuren moest. En iemand die niet wou, dan daar kan hij er ook wel van hoor. Dan is het een mannetje die wel weet wat hij wil. Ja. Het wordt Ulderink dus gegund. Voor volgend seizoen heeft Go Ahead Eagles nog geen nieuwe trainer. Voorzitter Edwin Mulder hoopt in mei de opvolger van Ulderink te presenteren. Maar, zo zegt hij, tot het moment dat een nieuwe trainer is gevonden, zal Go Ahead Eagles geen mededelingen doen over de invulling van deze vacature. We wachten dus af. We zijn bijna aan het einde van Actua. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Rest mij alleen nog te zeggen dat de supporters zich geen zorgen hoeven te maken of Ulderinks gedachten nu geheel bij de Graafschap en het volgend seizoen zijn.
Ja, hem kennende. Ja, hij zal er wel staan in goede tijden en in slechte tijden. En ik denk dat hij voor zichzelf ook een absoluut waardige manier wil afscheid nemen. En daar denk ik dat je niet bang voor hoeft te zijn. Nou ja, de mensen die mij kennen, die weten dat ik mij volkomen ga focussen. En als je zo'n goede tijd hebt gehad bij Go Eagles. Hè, ik moet niet vergeten dat ik in het begin een moeilijke start had bij Go Eagles. De organisatie bleef rustig, de mensen om me heen bleven me rustig. Technische staf, we wisten waar we mee bezig waren. En uiteindelijk heeft dat tot een aantal hele mooie momenten geleid. En het ideaal scenario zou zijn dat ik volgend seizoen met de Graafschap tegen Go Eagles ga spelen.